Ons pand, waar we nu voor staan, heeft een hele rijke historie. Het dateert uit 1743. Oorspronkelijk gebouwd door de schutterij van Schiedam. En de schutters gebruikten dit gebouw voor feesten, partijen en ontvangsten. Als er notabelen naar Schiedam kwamen, dan werden zij hier ontvangen. En het leuke daarvan is dat wij nu, ruim 270 jaar later, dit pand nog steeds voor diezelfde functie gebruiken. Feesten, partijen en ontvangsten. Naast bruiloften en feesten en partijen hebben we hier ook regelmatig zakelijke bijeenkomsten. Die komen hier vaak terecht ook voor de sfeer. Die draagt heel erg bij aan de uitkomst van zo'n dag. Het is hier huiselijk, het is hier warm, waardoor de gesprekken vaak anders gaan, hè, en losser komen dan in een kale conferentieruimte. Ruim 26 jaar geleden heb ik dit pand gekocht. Het was uitgebrand, had 5 jaar leeg gestaan. Onkruid stond manshoog in de tuin. En wij hebben dat gerestaureerd. En eigenlijk met ook een beetje fantasie en creativiteit gemaakt tot wat het nu is. Het is mogelijk om hier ook alleen een ceremonie te doen. Want we zijn officieel huis der gemeente. Maar als jij ervoor kiest om bijvoorbeeld niet hier te trouwen, maar dat op het stadhuis te doen, dan kan dat ook. En dan begin je gewoon hier bijvoorbeeld met het diner en dan aansluitend het feest. Eigenlijk hebben we altijd een persoonlijk gesprek voordat iets plaatsvindt. En daarin spelen wij ook een adviserende rol en dat wordt altijd als heel prettig ervaren.